Voor het programma Zaan 22 praten we vandaag met Anna de Groot van de SP Zaanstad. Anna. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vandaag iets geleerd. Het eiland Bloemendaal. Ik kende het niet, maar je hebt ons er naartoe gebracht. Ja. Wat is het? Het is een aardige tongbreker. Vuilstortplaats. Vuilstortplaats, ja. Oké. Ik moet zeggen, een smal bruggetje. Wij kunnen er met z'n tweeën, denk ik, als we tegenover elkaar gaan liggen, net tussen. Dat is best klein. Hoe lang ligt dat hier al? Nou, de gemeente Wormerveer is volgens mij in de 30e jaren van de vorige eeuw al begonnen met het vuil daar te storten. En in 1970 zijn ze daarmee opgehouden. En je moet je voorstellen dat tot die tijd gewoon vrachtwagens over het bruggetje wat er toen nog lag reden. Dat was een houten brug. Houten brug, vuilstortplaats, jaren 30. Toen waren de regels heel anders, denk ik. Waren er al regels of hebben we daar nu last van? Ik heb het idee dat er toen nog geen regels waren, nee. Ik denk dat gewoon rijp en groen van alle huisvuil van Wormerveer daar werd gestort. En ik heb ook het idee dat heel veel mensen daar gewoon illegaal afval hebben gestort. Er ligt ongelooflijk veel giftige stoffen op deze vuilstortplaats. Het is gedrongen in het grondwater. En het zou mogelijk ook zeg maar, in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Je blijft daar vragen over stellen iedere 4 jaar. Krijg je iedere 4 jaar hetzelfde antwoord of zit er wel enige progressie in het antwoord wat je krijgt? Nou, niet in de zin dat die vuilstortplaatsen opgeruimd wordt. In die zin niet. Maar wel, ik merk wel dat er een grotere deskundigheid is. En dat we meer weten als Nederlands in het algemeen, maar ook als gemeentebestuur van de gevaarlijke stoffen die er liggen. Dat was de geschiedenis. We zijn inmiddels in 2021. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Ineens ben je dan lijsttrekker van de SP. Een SP, een partij die toch wat problemen heeft gehad de afgelopen weken. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik was niet ineens lijsttrekker hoor. Dat was ik ook al in 2002 en in 2006. Tussendoor ben ik wethouder geweest in Wormerland, onze buurgemeente. En alweer geruime tijd lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Oh, dat doe je er even naast? Dat doe ik er even naast, oh, ja. Oké, dat kost ook geen tijd, hè, geloof ik. Dus, helemaal niet. Nee, dat zal wel niet, nee. Maar vertel, er was wat onenigheid binnen de SP. De Socialistische Partij heeft een aantal vermeende marxistische aanhangers de deur gewezen, hebben wij ook al bericht. En nu ben jij daar? Nu ben ik daar. Ja, het was sowieso al niet de bedoeling dat de 3 gemeenteraadsleden die daar zaten door zouden gaan. Dat zou ook hun eigen wens zijn. Dus sowieso was er een nieuwe lijsttrekker nodig. Goed, en ik heb het meeste ervaring denk ik wel van de leden in Zaanstad. Dus ze hebben ervoor gekozen om mij lijsttrekker te maken, de leden met z'n allen. Heb je er zin in? Jazeker. Ja? Ja. Nou, dan is het nog een maand of 3 totdat de verkiezingen er daadwerkelijk zijn. Wat gaan jullie naar voren brengen? Wat worden jullie aandachtspunten voor de komende verkiezingen? Ja, sowieso gaat het natuurlijk heel erg bij de SP altijd om sociaal. Ik bedoel, wat wij in elk geval willen is dat alle mensen zeg maar, die 130% van het minimuminkomen hebben, dat die beter gesteund worden door de gemeente. Wat we ook heel erg graag willen is dat er ongelooflijk veel meer sociale huurwoningen komen. Hoe stel je dat voor? Want bouwen is lastig in de gemeente, er is weinig plek. Wat is jullie oplossing? Nou ja, er is weinig plek. Er is eigenlijk wel plek genoeg. In elk geval als je ook zelfs binnen de bebouwde kom blijft. Wat je een klein beetje hoger bouwen dan dat je voorheen deed, dat sowieso. En die verhuurdersheffing die moet afgeschaft worden, want dan kunnen de corporaties weer meer bouwen. En fijn, die verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Dat zit in het nieuwe regeringsakkoord? Ja. Dus dan, dan hebben we in elk geval de kans dat er wat meer gebouwd wordt in Zaanstad. Is dat jullie invloed op het regeringsakkoord, waar jullie trouwens niet in zitten als SP landelijk? Nou, ik denk in elk geval, kijk, de SP heeft natuurlijk landelijk heel wat voor elkaar gekregen. Bijvoorbeeld dat de huurverhogingen niet doorgingen dit jaar. En de SP die vraagt natuurlijk al heel lang om het afschaffen van die verhuurdersheffing. Nou, dat is dus nu gebeurd, dus ik denk wel dat dat de invloed van de SP is. Je zei net al, je bent ook politiek actief in de staten, hè, de Provinciale Staten. Je bent gemeenteraadslid, steunfractielid, nu lijsttrekker. Is er leven naast de politiek? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk 65 jaar. Dus dit zijn mijn activiteiten, laat ik het zo zeggen, wat een ander zeg maar, in het werk investeert.
dat investeer ik in de SP en nog meer eigenlijk wel. Dus ja, dat is mijn leven. En daarnaast ben ik oma. En daarnaast ben ik bezitter van een tuintje. Ik heb een nieuwe hobby gevonden. Het is mijn voortuin, mooi groen hout. Okay. Is het altijd al je ambitie geweest om de politiek in te gaan? Of is het eigenlijk spontaan per ongeluk ontstaan? Nou, dat is ik denk ongeveer 2000 ontstaan. Misschien nog net iets eerder. Toen hadden we inderdaad in de Zaanstad een afdeling van de SP in oprichting. Goed, en toen kwam ik in het bestuur en toen werd ik organisatiesecretaris. En toen zei ze van, goh, tegen de leden, wie heeft er zin om in de gemeenteraad te gaan zitten? En toen dacht ik, nou ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik moet het wel kunnen. Dus ik heb me opgegeven voor de gemeenteraad. Dat is eigenlijk alles waarin ik wat me in het leven ontmoet, zeg maar. Dan denk ik, ja, ik heb het nog nooit gedaan, maar als een ander kan, dan kan ik het toch ook. Ja. En waarom kies je dan specifiek voor de SP en niet voor een andere partij die links georiënteerd is? De SP heb ik gekozen voor de echte waarden. Gelijkwaardigheid, solidariteit en dat je goed voor mensen zorgt. En de SP is tegenwoordig ook heel erg aan het moderniseren. De SP heeft in elk geval gezegd van nou, we gaan in ons beginselprogramma ook heel veel schrijven over hoe zorg je goed voor de aarde, dus het milieu. Ja. Wat heeft de SP Zaanstad de afgelopen 4 jaar bereikt? De SP Zaanstad heeft de afgelopen 4 jaar in de oppositie gezeten. Hè. Van 2006 tot 2010 zaten we in de coalitie, maar de afgelopen 4 jaar zaten we ook weer in de oppositie. Ik denk dat de SP heel veel heeft bereikt, bijvoorbeeld voor de toeslagenouders. En ik denk dat de SP heel veel heeft bereikt, ook op milieugebied, omdat ik er zeg maar achter stond. Zo komt er bijvoorbeeld in die nieuwe wijk daar een onderdoorgang voor allerlei dieren die zich van het Wormer en Jesperveld via de Zaan naar de andere kant moeten begeven. De kant van West-Klondam bedoel je? Ja, dat is nog Wormerveer, denk ik dat ze dat noemen. Dus dat gaat er ook gebeuren. We hebben heel erg veel de trom geroerd, in elk geval op het gebied van vervuiling, ook als het gaat om Nauwerna. We hebben ervoor gezorgd dat de mensen die in de bijstand zijn, netjes behandeld worden. In die zin dat van mens tot mens gekeken wordt van waar is behoefte aan en kunnen ze wel werken in plaats van die hoge druk op ze te zetten. Waar denk je dat wij als Zaankanters trots op mogen zijn? Daar vraag je me wat. Is dat een moeilijke vraag? Dat is best een moeilijke vraag. Nou ja, we kunnen natuurlijk trots zijn op onze gemeente. En dat het hier allemaal er toch nog wel best wel aardig uitziet. Maar er zijn ontzettend veel punten waar we niet op trots kunnen zijn. Hè? Waar we niet trots op mogen zijn is de grote vervuiling die hier is. Waar we niet trots op kunnen zijn is ook zeg maar dat de straten niet schoon zijn. Waar we niet trots op kunnen zijn is dat er nog steeds mensen zijn die geen werk hebben. Waar we niet trots op kunnen zijn is dat mensen geen woning kunnen krijgen. Al dat soort dingen kunnen we niet trots op zijn. En als ik dan toch specifiek vraag, waar kunnen we wel trots op zijn? Misschien op de SP. Ah, dat is prima toch? Ik doe in elk geval, laten we zeggen, ik doe al jaren en altijd mijn best om zeg maar zowel in Noord-Holland als in de Zaanstreek te verbeteren. Hoe is de samenwerking met andere partijen? Jullie zitten wel in de oppositie, maar is er samenwerking tussen andere partijen? Vind je dat jullie een beetje alleen staan of doe je veel dingen met elkaar? Nou, je hebt veel samenwerking is er sowieso altijd met de Partij voor de Dieren. En GroenLinks en Rosa, dat was altijd wel een hele prettige samenwerking. Dat is natuurlijk wat minder geworden nu Rosa en GroenLinks in de coalitie zitten. Ja, en er zijn ook best wel samenwerkingen waarvan je denkt van, goh, kan de SP daarmee samenwerken? En die bestaan gewoon. Bijvoorbeeld als je gaat over de vervuilende fabrieken, over Olam en dergelijke. Ja, dan zegt, daar hebben wij een hele leuke samenwerking gehad met DZ. Om ervoor te zorgen dat mensen in de buurt van Olam zelf kunnen gaan meten of die fabriek wel gezond is. Ja of nee. En dat gaan ze nu ook doen. Ja, we zijn heel benieuwd naar de uitkomsten. We willen wel dat de Zaankanters gezond blijven. Misschien nog wel gezonder worden. Gezonder worden, ja. Is dat een dingetje ook voor jullie politieke agenda? Voor
22, 26? Jazeker, ja. Ja. Hoe zie je dat voor je? Gezonder worden, meer bewegen, anders eten, is dat het? Of is het meer gezondere luchten en andere auto's? Zeker, zeker meer gezondere lucht. Want als je kijkt van waar wij zeg maar, in Zaanstad onder lijden, dat is natuurlijk onze oude industrie. Er zitten heel veel fabrieken bij die veel te veel stikstof en ammoniak uitstoten. Dat is dan weer heel slecht voor onze natuurgebieden. Dat geldt natuurlijk ook voor het vele autoverkeer hier. Dat stoot ook heel erg veel stikstof uit. En behouden ze dat ook natuurlijk fijnstof en al die dingen. Ik bedoel, de A8 zou ook eigenlijk afgewaardeerd moeten worden naar 80 kilometer met hogere schermen. Ja, maar ze gaan nu de A8 met de A9 verbinden volgens een plan. Dus dat wordt dan weer een betere doorstroming. Dus ze gaan lager de grond in. Dus dat is dan toch goed voor het geluid. Dan zijn er nog een heleboel dingen niet onderzocht. Hè? Want als je die A8 A9 gaat invullen, dan worden dus wel de verkeersstromen een beetje verlegd. Maar er zullen ook meer verkeersstromen komen, hè? Want een nieuwe weg trekt altijd meer verkeer aan. En dan vraag je je dus af, wat heeft die weg dan voor invloed op het milieu? Ik bedoel, we hebben nu het landschap onderzocht, maar dan heb je nog altijd de milieu. Hè? En de Raad van State zegt ook van oké, je moet de milieugevolgen van zo'n weg berekenen, 25 kilometer van daar vandaan. Je moet dus van tevoren al gaan berekenen hoeveel meer auto's zullen er gebruik van gaan maken. Worden de auto's schoner, ja of nee? En wat heeft dat weer voor gevolgen voor Natura 2000 gebieden rond Zaanstad? Is dat dan eigenlijk wel iets wat Zaanstad alleen kan doen? Nee, maar dat ook Kennemerland daar iets mee moet. De gemeente Beverwijk, Heemskerk, Haarlem, noem het maar op. De provincie moet zich daarmee bemoeien, denk ik. Is die samenwerking goed? De provincie gaat over de natuurvergunningen. Die zal daar in elk geval heel erg veel onderzoek naar moeten doen. Nu nog niet, maar in de toekomst. Nu is er alleen nog maar een landschapplan waarvan ook de provincie zegt, ja, dat kunnen we allemaal niet betalen. De provincie kan niet betalen. Hè. Die hebben een samenwerking met de metropoolregio Amsterdam en met 4 gemeenten hier in de buurt. Voor wat de A8, A9 betreft. Nou, Zaanstad die heeft 14 miljoen euro op de plank liggen. Ja, op 909 miljoen euro is het natuurlijk helemaal niks. Twee scheppen grond, denk ik. Ja, zoiets. Oké. Maar ja, de mobiliteit is wel een probleem in de Zaanstreek. Ja. Hoe staan jullie, wat is jullie oplossing daarvoor, plan daarvoor? Ja, wat wij in elk geval denken is, en dat is ook weer een hele moeilijke, meer treinen laten rijden, meer bus laten rijden, liefst hele schone bussen, meer gebruik maken van de fiets. Ja, misschien toch meer gebruik maken van het werk dicht bij huis. Dat is op zich natuurlijk ook al een hele grote opgave, want de uitgaande forense stroom in Zaanstad is natuurlijk heel erg groot. Ja, als je nu ziet snel fietspaden, mensen zouden ook met elektrische fiets naar hun werk kunnen. Ja. Werk meer in de buurt van huis, dat zou betekenen dat we toch weer meer kantoren, bedrijven, industrie richting de Zaanstreek moeten krijgen. Is dat wenselijk? Kijk, er staan natuurlijk wel wat bedrijven, oudere bedrijventerreinen leeg. Maar in die zin, die kan je natuurlijk opknappen. Heel veel meer valt er denk ik ook niet van te maken. Ja, goed, zoals je, mijn dochter die werkt dus hele dagen thuis op dit moment. Ja, dat is niet gezellig, maar het is wel zo. Het scheelt wel verkeer. Het scheelt wel verkeer. En als we nou iedereen zouden kunnen overtuigen om zeg maar twee dagen naar het werk te gaan in de week en 3 dagen thuis te werken. Nou, dan heb je toch nog een beetje gezelligheid. En dan doe je ook iets voor om de files op te lossen. Okay. En dan doe je iets voor het milieu. En dan doe je iets voor elkaar, hè? Want dan krijg je geen corona. Tenminste, dat hoop je. De weerslag die corona heeft, is dat nog op te lossen in de Zaanstreek? Sociaal gezien? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk als we weer wat meer bij elkaar kan komen, dat dat heel goed zou zijn. Maar ik denk dat dat er op dit moment eigenlijk helemaal niet in zit. Hè? Zelfs, je bent vooral thuis. Ja, ik nu hier sta met jullie is al een uitje voor me. Ja, dat klopt. Maar ja, we hebben natuurlijk de scholen zijn een hele tijd gesloten geweest. Gaan weer dicht. Moeten waarschijnlijk misschien op de lange termijn sowieso wel vaker dicht. De jeugd is natuurlijk toch onze toekomst. Die zijn nu erg het kind van de rekening, heb ik het idee. Zien jullie dat ook zo?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat ouders die moeten nu heel veel investeren in hun eigen kind onderwijs gaan geven. Ja, je snapt dat dat heel lastig is als je als ouders beide werkt. En dat is toch wel de norm. Als de scholen gesloten zijn en er alleen nog maar afstandsonderwijs is, dan denk je dat het niet goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe lang dat zal duren, voorlopig tot 14 januari, en dan denk ik dat er ongetwijfeld weer perioden zijn waarop dat een soort van lockdown gaat optreden. En ik denk dat de toekomst is dat we met z'n allen elk jaar, net als bij de griepprik, een injectie moeten gaan halen. Ja. En dat, dat je dan nog wel ziek kan worden, hè? Dat kan je ook met de griepprik. Maar dat je niet meer zo ernstig ziek kan worden dat je eraan overlijdt. Hebben jullie daar genoeg budget voor vrijgemaakt in het verkiezingsplan? Want de GGD is natuurlijk ook de gemeentelijke geneeskundige dienst. Die hebben het zwaar op dit moment. Ja. Heel veel kritiek over de snelheid waarmee ze kunnen opereren. Hoe staat de SP daar tegenover? Ja, de GGD die krijgt al, volgens mij de laatste begrotingswijziging die ik gezien heb, kreeg de GGD al meer geld. Maar het hele corona gebeuren, dat is een rijksaangelegenheid en daar betaalt het Rijk ook voor. Ja. Maar goed, er liggen ook heel wat taken nog stil. Huiselijk geweld is iets dat ook bij de GGD kan komen. Hebben jullie daar ook plannen voor om dat tegen te gaan? Niet om het zelf te doen, maar om het tegen te gaan. Het vuurwerkverbod, is dat een goed idee? Ja, daar zijn we hartstikke voor. Voor het vuurwerkverbod. Maar daar voorkom je dit dus ook weer niet mee. Nee. Maar je voorkomt in elk geval een hoop ongevallen op oudjaarsdag en op nieuwjaarsdag. Dat voorkom je. En je voorkomt dus een ongelofelijke hoeveelheid vieze lucht, zeg maar, op oud en nieuw. Dat voorkom je ermee. Maar dit soort dingen, zoals we net hoorden, nee, dat voorkom je er niet mee. Vrees het ook niet. Daar is veel meer handhaving voor nodig. Maar hoe ga je dat organiseren? Dat is iets wat de SP misschien kan meenemen in maart. We hebben sowieso het verkiezingsprogramma natuurlijk in de maak. Ja. Het is nog niet helemaal af. Daar staat in elk geval het vuurwerkverbod ook in. En dat helpt niet tegen dit. Nee, je ruikt zelfs kruiddamp, hè? Nog even terug naar de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart. Het is drie dagen dit jaar, of volgend jaar, 2022. Is jullie kandidaatlijst wel al helemaal rond? Het programma nog niet? De kandidaatlijst is rond. Ja, ja, het programma dat ligt er in concept. Dus de bedoeling is dat onze leden daar nog zeg maar een klap op geven. Okay. Ja, daar moet je ook weer een algemene ledenvergadering voor organiseren. Ja, dat moet ook weer online. Ja. Waarschijnlijk wel. Ja. Hoe moeilijk is het om kandidaten te vinden? Kijk, wij als SP hebben het niet zo heel moeilijk. Wij gaan niet buiten onze deuren zoeken. Dus wij zoeken altijd onder onze leden naar kandidaten. En dan weet je zo ongeveer wel wie jij in je leden hebt. Want je hebt natuurlijk heel veel contact met je leden. En dan ga je eerst vragen van, goh, is het niks voor jou? Want jij hebt wel een mening. En zou je dat in de gemeenteraad durven vertellen? Hoe reageren mensen erop over het algemeen? Nou ja, heel veel mensen denken in de eerste instantie dat is helemaal niks voor mij, hè? Want dan sta ik in de schijnwerpers en ja. Dat vind ik een beetje eng. En totdat ze een keer mij aan het werk gezien hebben of dan mijn fractiegenoten, dan denk ik, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. En dan kunnen ze van de SP natuurlijk een cursus krijgen van hoe word je raadslid en wat ga je dan doen als raadslid. Nou, en dan gaan er een aantal mensen naar zo'n cursus en dan krijgen ze een beetje het klappen van de zweep te pakken. En dan is het natuurlijk nog een kwestie van in het echi. Ja, dan ben ik dan als heel ervaren lijsttrekker voor om hen zeg maar te begeleiden. Hoeveel zetels hoop je over te houden, te krijgen? Ik hoop weer drie. Drie? En eigenlijk hoop ik nog wel meer, maar ja. Denk je dat de lokale politiek ondergewaardeerd wordt in haar belangrijkheid en de beleving die mensen ervan hebben? Als je ziet hoe weinig mensen er gaan stemmen voor de lokale politiek, dan denk ik dat de lokale politiek ondergewaardeerd wordt, ja. Wat is er aan te doen? Ja,
nog meer reclame maken. Maar bijvoorbeeld zoals jullie nu doen, hè, jullie interviewen mij. En misschien zouden jullie vaker tussendoor, zeg maar, mensen moeten interviewen. Verslagen maken van de raadsvergadering. Nou, dat is wel heel saai, maar van de highlights eruit halen. We doen ons best, maar het is niet altijd makkelijk door te komen, zeg maar. Dat doen we ook al. RTV Zaanstreek doet dat ook al. Ja. Alleen niet met, met camerabeelden. We hebben wel de online beelden, kunnen we natuurlijk laten zien. Ja. De samenvatting daarvan. En toch merk je dat mensen de lokale politiek niet altijd even interessant vinden. Ja. Terwijl het wel... Heel dichtbij gebeurt van alles. Ja. Bijvoorbeeld nou daar in West-Holledam. Daar zal dus een nieuw woonwijkje gebouwd worden. He, met een plein waar iedereen zeg maar elkaar kan ontmoeten. Nou, dan denk je van ja, dat is toch hartstikke dicht bij mensen. Als je ziet nu van de Heldin he, in Zaandam. Er komt dan op de oude plas van het oude belastingkantoor komt een ongelooflijk groot gebouw. Waarvan overigens maar 5% sociale huren. En dan zou je toch denken, ja, dat gaat mensen toch aan, daar zijn ze toch in geïnteresseerd. Zelfs als bijvoorbeeld ik heb dan in de afgelopen jaren heel veel te doen gehad over Olam en de cacao-industrie en de uitstoot die dat heeft. Dan is er inderdaad wel een groep buurtbewoners die daar heel erg in geïnteresseerd is. Maar de meeste mensen, die zijn er niet zo in geïnteresseerd. En dan denk je, jongens, het gebeurt vlakbij je. Ja. Weten ze jullie alleen te vinden als het misgaat? Nou, wat ik denk is dat de meeste mensen die reageren als het heel dichtbij komt. Hè? Bijvoorbeeld, er zijn plannen met Zaanstad, dat heet dan Maak Zaanstad. En daar worden dus allerlei futuristische plannen voorgelegd. En daar zou iedereen dus over mee kunnen praten. Maar dat gebeurt dan niet. Het gebeurt pas als het bedreigend is voor iemand. Voor iemand, voor meerdere mensen. Dus als het bij jou in de wijk gebeurt. En dan is het soms al te laat. En dan vraag je je af van, ja, doet de gemeente dat dan niet goed? Ja, betrekt die mensen niet voldoende erbij? Doen wij als politieke partijen, betrekken wij niet voldoende mensen erbij? Dat zou ook nog best wel kunnen. Of is het gewoon, ja, dat mensen denken, ja, nou ja, het is ver van mijn bed. Het zal mijn tijd wel uitduren, totdat het heel dichtbij komt. Merk je nou dat de SP het in achterstandswijken beter doet dan in de wat rijkere buurt, zoals hier in West-Holledam? Nee, dat merk ik niet. Ik denk dat het toch wel gelijkelijk zo'n beetje over Zaanstad verdeeld is. Want het is niet per se dat mensen die in achterstandswijken op ons stemmen. Het is echt weer mensen die geïnteresseerd zijn in politiek en die geïnteresseerd zijn in het socialisme en de socialistische oplossingen. Die stemmen vaak op ons. De achterstandswijken, is dat iets wat wel speelt bij jullie? Hoe we dat moeten aanpakken en wat we daarmee kunnen en moeten? Ja, dat speelt wel bij ons. Maar ja, dit is de vraag ook wat je een achterstandswijk noemt. Hè? Want als je zegt van nou, we gaan het dus helemaal vernieuwen en we gaan andere bewoners daar naartoe halen. Dan krijg je dus gentrificatie. Dat betekent dat mensen zich niet meer thuis voelen in hun eigen wijk. Of verdreven worden uit hun eigen wijk, waar een bepaalde sociale samenhang is. En dat is natuurlijk ook niet die de oplossing om de mensen die weinig geld hebben te vervangen door mensen die wel wat geld hebben. Is niet de oplossing. Je haalt de hele sociale samenhang weg. Je maakt dat mensen zich niet meer thuis voelen. Dus je zou wel zo'n wijk moeten opknappen. In die zin zorgen dat er geen schimmel in de huizen zit. En zorgen dat er geen mensen wonen die er een potje van maken. Maar je moet wel de sociale samenhang in zo'n wijk behouden. Zijn mensen zijn op elkaar aangewezen. Zijn buurthuizen daar een belangrijke factor in? Absoluut, ja. En dan zouden mensen ook nog het buurthuis moeten vinden. Hè? Dus ze zouden ook vaker naar het buurthuis moeten. En daar ligt weer een hele grote uitdaging voor de buurthuizen. Dus niet alleen maar Britsje en Klaverjassen. Maar ook activiteiten voor jongeren. Heel belangrijk. En je ziet dat bijvoorbeeld in Wormerveer, Impuls, dat is al heel lang gesloten. Daar, als jongeren elkaar daar kunnen ontmoeten en met elkaar bezig kunnen zijn. En misschien een leuke cursus kunnen volgen of samen filmpjes maken of weet ik veel wat. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is eigenlijk al heel lang verdwenen, dat soort jongerenwerk. De jongeren, je noemt het al.
Jeugdzorg is overbelast. Dat heeft niet alleen te maken met corona, maar ook gewoon op andere plekken wordt het weggehaald, de GGZ en dat soort plekken. Wat kunnen we daarmee? Hoe staat het in Zaanstad daarmee, volgens de SP? Nou ja, vroeger was het in elk geval zo dat jeugdzorg was niet de specialist van het Rijk. En ook niet van de gemeente. Dat was zeg maar het onderwerp van de provincies. En de provincie die zorgde ervoor dat de jeugdzorg door de provincie heen dan al dan niet gesmeerd liep. En toen is de decentralisatie van de jeugdzorg gekomen. En toen is het op gemeente afgekomen en gemeenten moesten dat opnieuw gaan organiseren. En nu wil het zo dat er meer jongeren met problemen zijn dan dat er vroeger waren. En daar hebben de gemeenten ongelooflijk veel last van. Dus die kunnen niet al die jongeren met problemen bedienen. En daar moeten ze een heleboel geld bij, maar ook een heleboel gespecialiseerde mensen bij om dat proces weer goed te laten verlopen. En dat vindt de SP zeker wel. En daar moeten we ons ook in Zaanstad voor gaan inzetten. En misschien is het wel een goed idee om die jeugdzorg weer de provincie over te laten. Die kan dat wel aan, qua bemensing. Wat merken we ervan dat die jeugdzorg een achterstand heeft? Ja, bijvoorbeeld die enorme knol van daarnet. Ja. Dat zou er eentje kunnen zijn. Ja, goed, dat veel jongeren op straat overlast veroorzaken. Dan moet ik ook zeggen dat mensen wel veel gevoeliger zijn geworden voor overlast, denk ik. Maar goed, als je zo'n knal hoort zoals daarnet, dan denk je, het is logisch dat je daar een beetje gevoelig voor bent. En dat schijnt zich dus het winkelcentrum in Assen-Delft dagelijks voor te doen. Dus ja, we moeten gewoon sowieso beter handhaven. Maar we moeten ook zorgen dat jongeren met problemen ergens terecht kunnen. En als je als natuurlijk niet echt een probleem hebt, maar wel zit te wachten op gezelschap, dan is zo'n buurtcentrum natuurlijk heel, heel erg leuk, als je daar ook activiteiten voor jongeren hebt. Maar als je moeilijker zit, dan is natuurlijk gespecialiseerde jeugdzorg de oplossing. Er is nog een lange weg te gaan, daar is nog een hele vermoed lange ik. Weg ja. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Die vrouwhaas overheen. Hier ging al die vrouwhaas over. Daar is het eiland Bloemendaal. Maar was daar ook een kantoortje dan of zo? Van iemand die daar... Dat werd gewoon gedumpt? Wordt gewoon gedumpt, ja. Hup, vrouwenslagen leeg. En de pand. Dat zeg ik nou. Wij hadden tot... Ik woon aan een JIS. Wij hadden tot... Nou, wat is het? Tuurlijk. Begin jaren 80 hadden wij gewoon een open riool. Waar nu de goudkist... Maar waar de goudkist ligt in Wormerland. Dat klopt. Wij hadden gewoon een open riool achter het huis. Nee, dat kan je ook niet meer voorstellen.